bij een nieuwe coronagolf. Wat behelst de code zwart precies die dan in werking treedt? Dit speciale protocol voor artsen is vanavond gepresenteerd en geeft een leidraad in wie er voorrang heeft bij overvolle IC's. Een scenario dat niet al te lang geleden bijna werkelijkheid werd tijdens de piek van de corona-uitbraak. Wat doe je als je nog maar één bed over hebt en er melden zich twee patiënten? Dat is een scenario wat we echt willen voorkomen, is dat we de zorg niet meer kunnen verlenen. Dan moeten we keuzes gaan maken. Code zwart. Code zwart. Code zwart. Code zwart. Code zwart. Code zwart. Patiënten die een slechte kans hebben op herstel, worden dan niet meer opgenomen. Dan moeten artsen gaan bepalen wie een bed krijgt en wie niet. Eind deze week, begin volgende week, moet blijken of code zwart werkelijkheid wordt. Zo dicht tegen code zwart in Nederland hebben we nog nooit aangezeten. Ook niet met de Mexicaanse. Ik denk dat we nog dichter langs de grens zijn gegaan dat het nodig is geweest. Maar dat was dus heel spannend. Laatste weekend maart, eerste weekend april. Het heeft echt 1-2 IC-bedden gescheeld. Ja, waren we zo dichtbij, meneer Gommers? 1-2 bedden? Nou ja, in sommige ziekenhuizen waren we heel dichtbij. En daarom is het ook zo belangrijk dat we nu een document hebben. Want in het document staat ook dat het niet zo kan zijn dat er ergens in een gedeelte van Nederland er heel dichtbij is, terwijl er in andere gebieden van Nederland nog bedden zijn. Dus een van de belangrijke dingen is dat het een besluit is wat centraal genomen wordt, maar wat geldt, wat de informatie is over de IC-bedden in heel Nederland. En waarom was dit draaiboek er niet eerder? Nou ja, we hebben eraan gewerkt al eerder na de Mexicaanse griep. Maar wat je nu ook merkt, hoe gevoelig het is als je iets op papier zet. Hè, dat moet je heel zorgvuldig doen. Want waaraan merkt u dat? Wat je merkt is op het moment dat je iets opschrijft, dan zijn het ineens absolute leeftijdsgrenzen of andere dingen. En als je het zo zwart op wit staat, ja, dan mis je de nuance. En er is altijd een nuance. En dat is nooit één parameter. Maar ja, woorden op papier komen dubbel zo hard binnen over zo'n gevoelig onderwerp. Ja, en het gaat echt over de situatie dat de medische verschillen uitgefilterd zijn, hè? Daar hebben we het over. Ja. Bijna alle bedden zijn bezet. Ja, dus het is heel belangrijk, hè? Dus we hebben opgeschaald tot maximum. Nou, wij zaten toen nog in die maximale opschaling. Op het moment dat je dan krapte krijgt, dan wordt er landelijk besloten door het ministerie dat we overgaan naar crisis. En dan in die crisis ga je nog twee stappen medische triëren, dus keuzes maken op toch nog scherpere medische gronden. En als dat niet meer lukt, dan kom je aan de ethische vraagstuk waar je dan op keuzes kunt maken. Ja, en wie bepaalt dat? Wie bepaalt wanneer code zwart ingaat? Nou, eigenlijk bepaal je op het moment dat het heel krap wordt, dat je in die crisis zit en in die fase ABC, waarbij je nog de eerste twee medisch is, maar de laatste, daar kan je wel in variëren binnen een ziekenhuis. Okay. Maar alle drie noemen we wel de crisissituatie. Daar zit je erin. Mevrouw de Vries, u bent medisch ethicus en u heeft meegepraat over, geadviseerd over wie je dan zou moeten helpen. Uitgegaan is van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en het willen redden van zoveel mogelijk levens. Wat betekent dat concreet? Ja, dat waren inderdaad de uitgangspunten die we al heel snel met de vijf ethici, vijf hoogleraren ethiek, die hebben meegedacht over dit draaiboek, waar we het heel snel over eens waren. Dat betekent heel concreet dat als je uitgaat van het punt dat je zoveel mogelijk mensen wil redden, dat op het moment dat je geen medisch onderscheid meer kan maken tussen mensen, de mensen die heel kort op de IC liggen, of in ieder geval korter dan de andere mensen tussen wie je kan kiezen, dat die voorrang hebben. Ja, en dat is in dit geval belangrijk, want met COVID lig je vaak heel lang op de IC. Ja, waarbij je dan dus zegt, je kan een bed beter een aantal keer bezetten dan dat één iemand er heel lang ligt. Vanuit dat uitgangspunt, we willen zoveel mogelijk mensen redden. Uitgangspunt was het punt van rechtvaardigheid. En daarin is het heel belangrijk om je te realiseren dat rechtvaardigheid betekent mensen gelijk behandelen als ze gelijk zijn, maar ook mensen ongelijk behandelen, durven te behandelen als ze ongelijk zijn. En waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? Nou, de vraag aan ons als ethici was, hè, als je niet meer medisch kan differentiëren tussen mensen, dus daar is geen verschil meer, zijn er dan toch nog relevante verschillen tussen mensen die maken dat je ze toch ongelijk behandelt? En daar hebben wij gezegd, ja, dat wij zien daar in ieder geval twee stappen in. De eerste stap is dat we zeiden, mensen die in de zorg
werken die langdurig en veelvuldig in aanraking zijn gekomen met COVID-positieve patiënten en daarbij is een belangrijk punt een tekort hadden aan beschermende middelen, die moeten voorgaan op een IC. Ja. En als ze wel voldoende beschermingsmiddelen hadden, dan? Dan niet, hè. Dus dat criterium is echt een en-en. Dus je moet en veelvuldig contact hebben gehad en er moet op dat moment een tekort zijn geweest. Waar sprake van is geweest op een gegeven moment in verpleeghuizen, ja, bijvoorbeeld in instelling voor verstandelijk beperkte. Dus als zorgpersoneel ziek is geworden door hun werk voor COVID-patiënten, dan hebben ze voorrang. Dat is eigenlijk wat jullie gezegd hebben. Ja, met, nogmaals, bij een tekort aan beschermende middelen. Want we gaan ervan uit, dat hopen we te leren uit het onafhankelijk onderzoek ook, dat we daar nooit meer komen, dat er een tekort is aan dit soort beschermende middelen. Dat is wat we allemaal hopen. Ja. En het tweede voorbeeld is... Daarnaast, dus als dat ook niet meer onderscheid maakt en er is nog steeds een tekort aan IC-bedden, dan zeggen wij, dan gaat levensfase, dat zeg ik heel bewust, levensfase, niet een absoluut leeftijdscriterium, maar dan gaat de fase waar je in het leven bent, gaat een rol spelen. En hebben jullie vier categorieën gemaakt, hè? Van 0 tot 20, van 20 tot 20, 40, 40, 60 en 60, 80. Ja. En dan gaat iemand uit de categorie 0-20 voor op iemand uit de categorie 60-80. Ja, waarbij wij zeggen dat die indeling hebben we gemaakt op basis van generaties. Waarbij wij zeggen, als je jonger bent, een jongere generatie, in een jongere levensfase zit, heb je nog niet de kans gehad om die andere levensfase te doorlopen. Of andersom gezegd, degene die ouder is, die heeft al een hele hoop jaren gekregen die jongere niet heeft gehad. En daarvan zeggen wij, dat is een relevant verschil tussen mensen. En daarom kies je iemand die in de jongste groep zit eerder dan iemand in de oudste groep. Ja. Zijn er dan in zulke gesprekken ook gedachten dat je het zou kunnen omdraaien? Dat je kan zeggen, iemand die wat ouder heeft, die laat meer achter? In theorie zou dat een gedachte kunnen zijn, maar dat is, dit argument is veelvuldig ook beschreven in de literatuur. Dan wordt het fair innings genoemd, past ook heel erg bij de intuïties van mensen. En nog los daarvan, hebben wij niet zelf gedaan, maar dat hebben de artsenfederaties gedaan. Die hebben brede maatschappelijke consultaties gedaan, ook bij de oudere bonden, bij allerlei maatschappelijke organisaties. En natuurlijk bij de eigen achterban. En dit wordt intuïtief heel erg gevoeld. Hè? En we hebben het natuurlijk vaak gezien. Hè? Mensen die hier ook aan tafel hebben gezeten, die zeggen, laat alsjeblieft de jongere mensen voorgaan. Want mijn leven is al veel voller geweest. Hè? Dus in theorie kan je hem andersom ook bedenken. Maar dat sluit niet aan bij de intuïtie die er is. Meneer Roemer, wat vindt u ervan als u dit hoort? Het is een hele moedige discussie. Want het is een discussie op ethisch vlak. En die is eigenlijk bijna altijd niet te voeren. Want zodra je er namelijk een persoon achter zet die je kent, wordt het in één keer een gezicht, wordt het een ander verhaal. Dus iedere keuze voelt iedere dan dramatisch. Keuze, ja, maar is per definitie is hij ook bijna altijd discutabel. Want de ene vindt dit en de ander vindt dat. Het is niet iets op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar het is op basis van ethiek. En ik snap hem heel goed. Het is heel goed om, denk ik, een richtlijn te hebben. Ik denk dat artsen er echt om staan te springen. Maar aan de andere kant denk ik en hoop ik, maar ik denk ook, het is goed dat het er is. Het is nog veel beter als ze hem niet hoeven te gebruiken. Ja, dat zijn natuurlijk heel fijn. Meneer Gommers, wat is uw reactie? Ja, ik ben geweldig blij dat hij er is. Een ongelooflijke noodzaak. Het is zo belangrijk voor artsen dat ze een ruggensteun hebben. En dat we alle artsen in Nederland, mochten we onverhoopt in deze situatie komen, dat we ook allemaal hetzelfde doen. Snap je? Want hij is ook getoetst, bekeken door de IGJ. Ze hebben niet zozeer een goedkeuring gegeven, maar wel gekeken en gezegd, dit is goed van inhoud en dit stellen we dan als de norm voor kwaliteit. Dan weet je dat betekent ook dat je als arts hier aan moet houden. Ja, maar dan hoef je niet zelf te gaan nadenken. Als je in zo'n ingewikkelde situatie zit, dan kan je gewoon zeggen, hier is het draaiboek, dit kunnen we doen. Ja, en dat betekent wel dat je allerlei dingen moet organiseren. Hè? Want je moet zo'n triage-team formeren in je ziekenhuis. Moet aangesteld zijn door de raad van bestuur. Moet uit experts bestaan. Dus ik bedoel, het is ook niet over één nacht ijs. En dat doen we even. Betekent dat als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis werkt, dat je er moet getrieerd worden, dat je niet over je eigen patiënten gaat? Nee. Dus de behandelaars doen dat niet. Je stelt in je ziekenhuis speciaal teams samen met voldoende expertise uit verschillende samenstellingen, waar ook een ethicus en dergelijke in zit.
En die hebben deze opdracht. En dus niet die direct behandelaar die die keuzes moet maken. Jullie zijn allemaal enthousiast. Toch wordt er in de politiek best wel kritisch naar gekeken. Laten we even kijken naar Hugo de Jonge, die hier zaterdag was. En die zei dit over leeftijd. We hadden nog niet de curve naar beneden gemaakt. En dus zou het kunnen zijn dat je een aantal weken later in een nog zwarter scenario terecht zou komen. En is het op dat moment mogelijk en nodig om te kiezen wie er wel of niet op de IC terecht moet komen? De triage. Nou ja, kiezen kan een keer, maar mag dat op leeftijd? En daarvan hebben wij inderdaad gezegd nee. En daarvan zeiden de artsen, daar gaan jullie niet over. Want wij gaan erover en wij zeggen ja. Maar toch hebben wij gezegd nee, wij zeggen nee. En op het moment dat je daar wel toe besluit, ja, dan zullen we dat echt via wetgeving de andere kant op duwen. Ja, en later in het gesprek zei hij zelfs van als ze het alsnog gaan doen, dan komt alsnog die wet. Ze willen het echt niet in de politiek. En ook vandaag waren de reacties heel kritisch. Ja, maar dat vind ik dan echt zonde. Hè? Want bedoel, we hebben deze discussie gehad. Daarom zijn we ook aan de tekentafel gaan zitten. En daarom hebben we ook de ethici gevraagd om met ons mee te denken. Om niet een absolute leeftijdsgrens. Hè? Want als je 70 zet, dan ga je een 69-jarige met een 71. En absolute leeftijd is niet alleen een parameter. Hè? Het is vaak, wat kan iemand nog? En je moet naar meerdere factoren kijken. Ja. Maar daarom hebben we de ethici gevraagd. En die hebben met elkaar hier goed over nagedacht. Anderen gevraagd om mee te denken. Ja, ik hoop echt dat we de politiek, dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. Want het, voor ons is het ongelooflijk belangrijk. Ja, dat snap ik. Maar waarom mogen politici eigenlijk niet meer meepraten? Is dat wat u zegt? Nee, het gaat niet. Kijk, als de politici de maatschappij vertegenwoordigen, helemaal mee eens. Wij gaan als dokters hebben we geen belang iets te doen waar de Nederlander niet mee akkoord is. Nee. Bedoel, maar we vragen ook aan de Nederlander, denk er alsjeblieft met elkaar mee en help ons. Nou ja, loopt want wij als dokters, is dit afschuwelijk wat we moeten doen. Mm. En wij vragen, jongens, wij hebben het nu op papier gezet, laten we de discussie met elkaar aangaan. Ja, maar Van Rijn, bijvoorbeeld collega van de jongen, die zei vandaag, ja, misschien in het buitenland wordt vaak voor loting gekozen in dit soort gevallen. Ja, maar kijk naar de collega, daar is echt over nagedacht. Dat heeft hij inderdaad gezegd. Hè. Ik denk dat voorop staat, hè, welke keuze je ook maakt. Het is natuurlijk een dramatische situatie. Het is een situatie van tragiek, waarbij terecht wordt gezegd, iedere keuze die je maakt betekent dat er mensen verliezen. Dus dat is een situatie van tragiek. Maar je moet je ook realiseren, als je geen keuze maakt, is er ook een keuze. En dat is wat we in Italië hebben gezien, waar de IC's vol liepen en de dokters geen enkel handvat hadden. Dat is precies de reden waarom vanuit vooral de ziekenhuizen in Brabant is gezegd, geef ons alsjeblieft een handvat, hè, zorg dat daar iets ligt. Ja, dat snap ik. Maar waarom dan leeftijd en niet loten? Omdat wij hebben gezegd, hè, tuurlijk kan je loten. Wat de minister zegt, first come, first served. Hè, dus eigenlijk een soort wachtlijst. Ja, degene die het eerst komt. Ja. Dat is in de reguliere zorgen in de normale praktijk, is dat ook een heel veel gebruikt criterium. Want als jij op een wachtlijst staat voor een knieoperatie, ja, dan wacht je rustig. Maar met het vooruitzicht dat je geholpen wordt. En dat is hier niet het geval. Want hier betekent het dat je overlijdt. En je moet je realiseren dat als je zo'n criterium invoert zonder na te denken, zouden er nog relevante verschillen zijn, kan dat ook leiden tot willekeur. Hè? Dus als je verder van het ziekenhuis woont, dan heb je pech. Hè? Dus je wordt dan ongelijk behandeld, terwijl je eigenlijk op dat punt gelijk bent, want je hebt allemaal dezelfde zorg nodig. Ja, meneer Gommers? Ja, ik vind echt dat we hem niet plat moeten slaan tot leeftijd. Snap je? Ik daag echt de politiek uit. Nee, leeftijdsgroepen gaat het nu over. Ja, maar het gaat ook echt over het gunnen. Snap je? Want als je de discussie met een oudere aangaat en die vraagt ze of haar kleindochter of wie dan ook, dat ze het gunnen aan elkaar, dan krijg je een andere discussie. We moeten niet zo sect over leeftijd. Nee, u heeft dat gesprek met de jongen wel gevoerd. Hoe komt het dat de politiek hier dan toch anders in zit dan andere groepen in de samenleving? Heeft het te maken met grote groepen oudere kiezers misschien? Ja, dat zou best kunnen. Ik heb me toen gerealiseerd hoe wij anders in ons werk zitten. Want voor leeftijd is voor klinici, wij gebruiken leeftijd heel veel. Daarom ben ik heel erg blij met de ethici met deze oplossing. En je moet echt respect hebben voor elkaar, snap je? En ik hoop dat de ouderen respect hebben voor de jongeren in deze situatie. Dat je iemand gunt om nog van deze aardbodem, van het leven te mogen genieten. En dat die ander zegt, ik ben eigenlijk best wel lang.
Ik ben hier al lang. Ik ben al hier lang. Daarom gun ik het aan de ander. En zo moet je hem zien. En niet strikt, we hebben het over leeftijd. Of we minachten de ouderen. Want dat is absoluut niet... Nog even heel kort, uw collega's. Wat vinden die ervan? Want jullie hebben een webinar gehad. We hebben een beetje kunnen polsen wat jullie collega's vinden. Ja, die waren ongelooflijk blij dat het nu echt gelukt is om dit op papier te zetten. En de oplossing waar de ethici mee gekomen zijn, was... Ja, voor hun heel goed om daarmee maar betekent aan de slag te gaan. Meneer Boot? In termen van verantwoording, hè, als het een keer op scherp staat... en men gaat achteraf een vraag stellen... waarom is die persoon er terechtgekomen en die persoon niet? Is het dan het verschuilen achter deze richtlijn? Of is er dan de gelegenheid om het echt uit te leggen... hoe je er kwalitatief mee omgegaan bent? Ja, en dat is ook wat de IGJ zegt. Dit is dan ook de norm voor ons... hoe wij met elkaar de afspraken gemaakt hebben. En dat betekent ook dat de dokters in Zwolle... zich daar hetzelfde aan moeten houden als in Rotterdam. En dat is heel belangrijk, snap je? Dat je niet in deze angstsituatie... dat je dokters met de beste bedoelingen maar verkeerde keuzes maakt. Dus er komt een soort toetsing eigenlijk ook... dat je ze worden opgevoed hoe ze hiermee om moeten gaan. En dat wij ons ook zeg maar daar laten toetsen door de bevolking of door families... als ze achteraf zeggen, maar hoe is dat proces nou eigenlijk goed gegaan? Is dat goed gegaan? Nou, en ik denk dat een heel belangrijk punt is, hoor. Want juist door... Je kan je namelijk ook afvragen... waarom heeft de Artsenfederatie dit nu openbaar gemaakt? Want we hebben nu toch helemaal geen probleem. Ja. Maar dat is, ik vind dat heel sterk, omdat het juist blijk geeft... van een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en een openheid... van dit is wat we hebben opgeschreven. En we horen heel graag terug wat mensen ervan vinden. Nodig uit op juist nadenken. Omdat artsen zich daardoor heel toetsbaar opstellen... in plaats van dat het willekeur wordt... omdat er helemaal niks op papier staat. Okay, nou, ik denk dat het ook helpt, overigens, in het hele debat... hoe kijken we naar de zorg. Want nu wordt eigenlijk ook voor de politiek heel duidelijk... dit zou wel eens een consequentie kunnen zijn... als het over de schoenen gaat lopen. Ja. En dat zet ons allen in de hele samenleving aan het denken van hoe gaan we daarmee om. Dus vandaar dat ik ook zo enthousiast was over een onderzoek. Maar ook dat er gevraagd wordt van kom in ieder geval met meer IC-bedden. De samenwerking tussen, wij kennen het in Zuid-Limburg bij ons ook, heel veel mensen op de IC zijn naar Aken gegaan. Dat je veel meer naar mogelijkheden gaat zoeken om te voorkomen dat we het hierover moeten hebben. Ja. Dus ik denk dat dit ook nog eens een keer echt gaat helpen. Oké, nou het debat is gestart in ieder geval. Dank u. Dank u. 15 burgemeesters vragen het kabinet om 1,25 miljoen...